gaan jullie ook naar jullie collega's kijken? Of heb je daar helemaal geen tijd voor? Want het seizoen staat te beginnen natuurlijk. De mannen en de vrouwen gaan weer het toneel op. Zijn er dan mensen waarvan je zegt van, oh, die wil ik eigenlijk wel zien? Ja, ik ga heel veel kijken. Tenminste, ook gewoon als ik zelf optreed 4 avonden in de week, dan blijft wel een avondje over. Ik ben geïnteresseerd, ja, in alles wat er gebeurt. Dus ja, Guzman, hè, vind ik. Joep van het Hek blijft voor mij toch ook wel op een eenzame hoogte. Ik hou van die mannenhumor. Dat een beetje relativeren, jezelf ook een beetje voor gek zetten. Dat vind ik eigenlijk het allerleukst. Gewoon de one-liners ook eigenlijk wel. Ja, ja, je noemde als eerst noem je Javier Guzman. Ja. Is dat ook die typische mannenhumor die je bedoelt? Ja, nou, ik heb ook een hele humoristische broer bijvoorbeeld. En 2 zoons, als die jongens bij mij op de koffie of weet ik het, dan denk je soms, oh, ik kan zo'n show opschrijven. Toch lukt dat niet. Het is toch een vak apart. Ik bedoel, je moet dat toch, je kunt het niet allemaal 1, 2, 3 herhalen. Maar dat relativeren, jezelf voor gek zetten, ja, kunnen we ontzettend om lachen, ja. Javier Guzman. Ja. Ik weet dat roken slecht is. Maar die pakjes, dat is alleen maar dood en verderf op dit moment. En op een gegeven moment werkt dat niet meer. Als je alleen maar negatieve verhalen, dat werkt niet. Ik merk het aan mezelf ook, dan lees ik zo'n pakje. Nee, ja, kappen gewoon. Laatst las ik het, is slecht voor je spermacellen. Nou moet je echt kappen. Nee, maar waar slaat dat nou op? Omdat ik dus rook al met mijn spermacellen eruit van... niet zo snel. Wat een gelul. Is dan hetzelfde als ik dan stoned ben? Komen ze er dan uit van... Eitje! Eitje! Het zou dus betekenen dat als je stoned bent en je bevrucht je vrouw of vriendin, is het niet het slimste spermacelletje wat er als eerste is, maar degene met de grootste vreetkick. Verklaart een hoop dikke kinderen, vind je niet? Annemarie, toen we jou vroegen van, goh, als jij nou een jonge vent of een vent in Nederland, zeg je Richard Groenendijk. Ja? Wat spreek je zo aan in hem? Nou, ik vind dat Richard heerlijk kan vertellen. Heel sappig, met heerlijke grappen, woordgrappen. Heel beeldend kan vertellen. En ik ben zelf dus niet iemand die al zichzelf straks op het toneel staat en zoals Javier of zoals Joep verhalen uit zijn eigen leven uitvergroot. Maar ik kan er wel heel erg van genieten om daarnaar te kijken. En dan denk ik, nou, dat kan ik dus niet. En dat vind ik eigenlijk heerlijk, om naar mensen te kijken op toneel waarvan je zelf denkt, nee, dat kan ik niet. Zodra ik denk, dat kan ik ook, dan vind ik er eigenlijk niks aan. Richard Groenendijk, sappig. Ja. En ja, weet je, Kim heeft het ook met zichzelf niet zo getroffen, hè? Ja, hoe zeg je dat nou aardig over een kind? Dat is niet echt een tractatie voor het netvlies. Nee, die is echt, die is niet mooi. Als die door je tuin loopt, vallen je coniferen flauw. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is niet best. Nee, die is echt... weet je wat is? Bij Kim is alles te. Er is alles... Ten eerste is ze 9 jaar, heeft ze zulke tietjes. En dat kan helemaal niet. Daar is zij hartstikke trots op. Maar ik mag er niks van zeggen. Maar ik ben de enige in de buurt die in de gaten heeft dat die tietjes niet van haar, maar van de McDonald's zijn. Maar ja, ik zei niks. Nee, alles is te... Weet je, Kim is... Die is te dik, weet je, die is te kroeshaar, die is te shampooglaas, te acne, dat is, weet je wel. Oh, en dan is Gerry ook nog bang dat ze lustobject wordt. Nou, ja, voor een schoolhongerige blinde piranha's misschien, maar... Het gaat maar door. I love him, echt waar. Ja, maar bij hem heb je ook echt het idee van, ja, zet hem gewoon aan een tafel of bij een verjaardag in de kring en je hebt gewoon een heerlijke avond. Dus je bent echt bij hem op bezoek met al zijn belevenis.